Opnieuw stond Zorgcentrum Odendaal in de positieve belangstelling. Dit keer met de opening van de Spelotheek, annex inlooppunt Centrum voor Jeugd en Gezin en de ingebruikneming van de nieuwe speeltuin. Odendaal wordt op deze wijze steeds meer een centrum voor jong en oud. We zitten heel dicht bij het consultatiebureau. Dat is de grootste verandering voor ons is dat we van de bibliotheek, waar vroeger dus heel veel kinderen kwamen, en nu nog wel natuurlijk, hè, maar toch wat minder, zijn we gewoon richting consultatiebureau gegaan. Nou ja, dan krijg je dus de nieuwe leden vanaf de wieg, hè. En we zien ook nu dat met name het laatste jaar zijn er heel veel nieuwe aanwassen gekomen. Kinderen vanaf 1 jaar, 2 jaar, jonge gezinnen, dus er komt nog een tweede of er komt nog een derde. Nou, dat geeft een enorme impuls voor ons om echt weer enthousiast verder te gaan. Hè? Dus we hebben heel veel babyspeelgoed ingekocht. En ja, het is gewoon geweldig. Het is gewoon heel leuk om hier te zitten. We hebben wel zo gepland dat de meeste leden vandaag het speelgoed terug kunnen brengen. En dat ze ook een reden hebben om naar de nieuwe ruimte te komen kijken. Tegelijkertijd wordt er een speeltuin geopend, zoals jullie waarschijnlijk, dus zullen jullie daar ook nog even filmen. Ja. En we hebben er is gewoon publiciteit aangegeven voor eventuele nieuwe leden. Hè? Dus iedereen kan vrij binnenlopen, kijken, komen nemen. Nou ja, zo'n open dag is toch natuurlijk de beste reclame die je kunt hebben. Hè? Wat we ook hebben, en dat hebben we wel al langer, maar het ook met name het laatste jaar ongeveer begint te lopen, is voor opa's en oma's, dus voor de groothouders. En het is gewoon heel leuk om te zien dat er steeds meer grootouders die ook voor oppas spelen of die de kinderen over de vloer krijgen. Die zeggen, goh, ik vind het leuk om een speelgoed in huis te hebben, maar het hoeft er niet heel de week te liggen. Wanneer kan men van de uitleen gebruik maken en wat kost dat dan? De kosten zijn vrij beperkt. Het is, je hebt een klein abonnement, kun je 2 dingetjes lenen per 3 weken, is €15 per jaar. Een groot abonnement is, kun je 3 dingen lenen voor de iets grotere gezinnen en dat is €20 per jaar. En dat zijn eigenlijk alle kosten. Als je nou heel erg te laat komt, dan moet je wel betalen. Maar voor het lenen zelf is er geen kosten aan verbonden. En wanneer kun je hier terecht? Je kunt er terecht maandagavond van 7:30 tot 9:30. Dus vrijdagmorgen van, dan moet ik even goed nadenken, 9:30 tot 11:30. En zaterdag van 10 tot 12. Nou, we zijn op 15 oktober 2010 hier geopend. In een kleine ruimte eerst, maar ja, nu zijn we dus groot open. We hebben proberen bekendheid te maken via CJG On Tour. Ik ben met de wethouder samen de scholen langs geweest. We hebben geflyerd. In de Midden-Brabant is een flyer meegegaan in de krant. Dus ik denk dat mensen ons kunnen vinden. Is er daadwerkelijk behoefte aan dit centrum? Ja, dat denk ik zeker. Mensen kunnen met alle vragen terecht die maar in de breedste zin van het woord met opgroeien en opvoeden te maken hebben voor kinderen van 0 tot 23. Dus er zijn altijd wel vragen, of je nou op school zit of op het sportveld of ja, thuis met je kleine peuter. Vragen zijn er altijd. Men kan met vragen terecht over hoe maak ik mijn kind zinnelijk, hoe geef ik zakgeld aan een puber. Er kunnen zelfs vragen komen van voetbalclub hebben we laatst gehad. Van een trainer die zei van, ik vind het zo moeilijk. Ik heb kinderen die gediagnosticeerd zijn met bepaald gedrag. En ik weet gewoon niet goed hoe dat ik daarmee om kan gaan. Nou, dan verzorgen wij voor die trainers een avond om hun tips en handvaten te geven. Deze speeltuin in samenwerking met Odendaal, want we moesten hier wel wat zand weg en weer ander zand bij. In de samenwerking is het hier een hele mooie speeltuin geworden. En deze week hebben we ook een nieuw Centrum Jeugd en Gezin geopend en de Spelotheek heeft een nieuwe plek gekregen in Sint-Toederode. Dus het is een hele feestelijke week voor de jeugd in Rooi. Dus we zijn erg blij dat we hier die speeltuin hebben gerealiseerd. En die hebben, als je omkijkt, daar ook nog hele mooie nieuwe toestellen gezien. Want die zijn ook vorige week geplaatst. En daar kunnen zowel jong als oud ook gaan bewegen. Dus we hebben ook nog een beweegtuin erbij gemaakt. Dus kortom, van alles te doen hier in de binnentuin. Het is geen saaie boel meer, maar van alles te doen samen in beweging. Dat is eigenlijk het tempo. Nou, ik stel voor dat we de openingshandeling gaan doen. Ja! Even de touwtjes, heel goed. Dan gaan we daar. Kan jij de sirene aanzetten, Jean? Dan gaan we de sirene aanzetten.